Achter mij staat hier nog de reddingsbrigade. Die zijn een heel circuitje aan het uitzetten hoe ze de duikers het beste kunnen opvangen. Maar voor ons is het gewoon koud 1 januari. En de allerbeste wensen voor 2014. En wij zijn weer eens met een hoop bossenaren zo gek om op 1 januari rond een uur of 1 al in het water te gaan duiken. En dat doen we niet op één plek, dat doen we op 3 plaatsen. Oosterplas, hier op de Grote Wielen. En vanmiddag iets later ook nog in Empel. En we zijn bezield, we gaan het ze vragen. Maar voor de kijkers thuis, welkom in 2014 bij de Horten van Jan. En ik hoop dat die mannetjes erachter het rustig hebben. We zullen eens gaan kijken. Mooi. Ik heb hem goed. Ja, en je mag springen natuurlijk om je eigen warm te houden. Doe maar van alles. Ik vind het allemaal goed. Ik doe het ook wel. Ik bleef net als iemand bespaard van verdriet en pijn. Geen mens kan voorspellen of ik morgen gelukkig zal zijn. Maar dan is er iemand als jij die het voor me zal zijn. En me zegt, ik ben bij je. Altijd Rosmalen, here we go. Is het leven niet mooi? Wat een heerlijk gevoel. Dit is weer dan een droom. Ik geef me over aan je getogen en voel me vrij. Hoeveel zijn er al binnen? Veel. Ingeschreven. Al een hoop. Ja, er zijn er al een hoop. Ga je zelf ook? Ja, tuurlijk. Ja, ja, wij gaan ook duiken. We hebben een bandje. Ja, we hebben een bandje. En een bandje betekent? Dat je gaat duiken, dan krijg je een muts, een fluitje. Een muts en een fluit? Ja, ja. Iedereen die met een muts op rondloopt, die gaat duiken. Dat is de watertemperatuur? De watertemperatuur, dat durf je niet te zeggen. Maar 20 graden. Ze zeggen dat buitentemperatuur kouder is dan de watertemperatuur. Dus daar hopen we dan op, hè? Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen? Zeker, zeker. Ja. En verwacht je nog veel aanmeldingen op het laatste moment? Ja, we denken wel dat het echt druk gaat worden. We verwachten veel duikers. Wacht tot de Grote Wiel een beetje uitslaapt en pas op het laatste moment hier aankomt kakken. Ja, tuurlijk. Een beetje uitslaap hoort bij, hè? En daarna komen ze hier allemaal voor te duiken. Hé, ze moeten ook tekenen? Ja. Je schrijft je naam op, leeftijd, e-mailadres, kunnen we een mailtje sturen. En een handtekening dat je ook echt gaat duiken en dan krijg je een bandje, een muts en een fluitje. En dan tellen jullie na afloop of er net zoveel uit het water zijn gekomen dan dat erin zijn gegaan? Ja, het wordt wel geteld hoeveel er echt ook daar staan. En dit wordt ook een beetje gekeken. Je gaat het er niet in? Jawel. Is het veel te koud? Nee. Nee? Nee, denk ik. Heb je het gevoeld? Nee. Dus het is wel een beetje een verrassing. Ja. En waarom ga je erin? Vond ik wel leuk. Leuk of stoer? Leuk. Gewoon leuk, gezellig. Ja. Een keer wat anders dan in de zomer. Samen met mijn vriendin. Ja? Samen met mijn vriendin. Ja, succes meiden. Dank je. Het wordt zo lange nacht, deze nacht, ja vannacht. Want ik ben alleen. Toen je naar me lachte vanavond die avond, wist ik het meteen. Oh, ik had niet de moed om het jou uit te leggen. Ik vond niet de woorden die ik zeggen wou. Maar ik wist al meteen, jij bent de ware vrouw. Niemand anders, nooit een ander. Er zijn duizend mooie meisjes,
Jullie gaan er een gezinsduik van maken? Nee, niet heel ons gezin. Niet helemaal? Nee, nee. Ik zag er een paar zonder een muts. De kleine gaat niet mee en de oudste gaat niet mee. Dus en de rest papa en mama gaan met de middelste mee. En die gaan voor de middelste mee of is het meer andersom? Ja, nee, de middelste die willen heel graag en wij gaan met ze mee. Als leidend voorwerp? Ja, zoiets, ja, zoiets. Heb je het vorig jaar ook gedaan hier? Nee, nee, dit is voor ons... Nog nooit eerder gedaan? Nee, nee, nee. In de zomer doen we het altijd, maar dan is het warmer, hè? En heb je nou eerst gevoeld en toen de muts besteld? Of? Nee, nee, nee. Het is gewoon we gaan compleet... gewoon een complete duik in het diepe. Jullie gaan voor de totale ervaring, zeg maar. Ja, ja. Succes. Dankjewel. En ga jij het water in? Ja. Dan moet je toch hartstikke gek zijn? Nee, het is nieuwjaar. Ja. Dan wil ik dat voor nieuwjaar doen. Want? Ja, dat vind ik leuk. Leuk? Ja. Altijd al van gedroomd om met nieuwjaar 1 januari in koud water te springen. Ja. Dat is wel stoer. Ja. En de rest van de familie? Alleen mijn vader en nog een paar vrienden van mijn vader. En de rest niet? Nee. Watjes. Watjes. Oh ja. Hé, hey, en... Heb je een bepaalde strategie? Erin en eruit heel snel? Of? Ja, erin en eruit. En dan gelijk naar huis. Stoer hoor. Dank je. Zet hem op. Ja, dank je. Ik mis een oranje muts. Ja, ja, maar je dus niet kunt zwemmen. Hoef je ook niet mee te doen, hè? Ja, maar dat hoeft ook niet. Je kunt gewoon daar tot de knieën erin lopen. Ja, maar dat is toch, kan toch gevaarlijk zijn als je helemaal niet kunt zwemmen. Ik ben een beetje op zoek naar warme excuses. Goed excuses is ook goed, hè. Beste wensen voor het nieuwjaar. Ja, beste wensen, Jan. Hey, is het stoer of zijn ze nou knettergek hier? Ja. Knettergek. Knettergek. Beide een beetje. En dan in 3 nieuwjaarsduiken in de bos. Ja, ja. Ja, maar ja, in Roswalen hoort er ook bij, hè. Nee, start een bos. Ik zeg het toch goed. Roswalen hoort er ook bij. Je bent altijd groot voorvechter geweest dat Roswalen de grootste wijk van de bos wordt. Ja, dan denk ik toch tegen mijn verkeerd kent, Jan. Hé, hey, best wensen. Ja, best wensen. Is dit nou stoer of zijn ze nou knettergek? Knettergek. Knettergek? Ja. Ja, hè? Ja. Maar dus, het is wel leuk om te doen. Het is leuk om te doen of leuk om te zien? Allebei. Maar je hebt geen oranje muts op? Nee, volgend jaar wel. Volgend jaar, dat is een goed voornemen. Ja. Jij ook volgend jaar? Ja. Ja. Staat op camera, hè? Ja. Ik kan niet meer terug, hè? Dat doen we 31 december 2014, laten we dit stukje zien, hè? Ja. En dan gaan de mensen jullie zoeken. Ja. Uh-oh, wat hebben we nou gezegd? Nou, succes met kijken.
Valt het mee? Nee. Valt het zwaar tegen? Ja. Op zich, de derde keer is al, gaat het al beter. Wat zeg je? De derde keer gaat het beter. Hè? En de vierde? Ja, dat zullen we zien. Moet we testen! Even de vierde. Score. Ik hoorde jou net in de verte aantallen roepen. Ja, als we goed geteld hebben, 334 duikers die erin zijn gegaan, die de kou getrotseerd hebben. Ja, dat is veel voor een tweede jaar. Ja, want vorig jaar was het ongeveer 150. Ja, was dus het ook één keer zo koud. Ja, de watertemperatuur was 6 graden, dus ze hebben flink hun best gedaan in de kou. Hé, maar dit is een evenement wat eigenlijk vorig jaar voor het eerst heel snel heel groot aan het worden is. Ja, het is heel groot aan het worden. Komt ook een beetje door de aandacht in de social media en ook van jullie met name. Dat is heel erg leuk om te zien hoe dat dan ontstaat in korte tijd. En het is een heel leuk evenement voor een heel breed publiek. Hè? Het is niet alleen maar voor de wijk De Grote Wielen, maar voor heel Rosmalen, heel Den Bosch en omstreken. Dus ja, erg leuk en allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers, sponsoren en ook voor het goede doel Resto van Harte. Dus, Je zegt het al, ik had vanmorgen het euvel dat mijn cameravrouw niet boven theewater was. Is het nou makkelijk om aan vrijwilligers te komen deze 1 januari? Het blijft altijd een beetje lastig, maar je merkt wel dat er nu het leeft in de wijk, dat dat wel wat makkelijker wordt. En we hopen dan ook volgend jaar meer vrijwilligers te kunnen werven hiervoor. Het blijft een heel leuk evenement voor de wijk. Nou, ik heb er toen straks op zitten letten, ik kon het niet zien. Maar is er nou ook iemand die daadwerkelijk kijkt, oké, er gaan er 334 in, komen ze er nou ook alle 334 weer uit? Ja, we hebben een heel team van veiligheid, reddingsbrigade, duikvereniging, watersportvereniging en de EHBO. Ik heb dat gecoördineerd, maar dan kijken we echt wie gaat erin en is die er ook weer uit. Dus het is gewoon superveilig? Dat is superveilig. En een fris begin? Ja, zeker een fris begin. En ik ben trots op de mensen die erin zijn gegaan. Hey, want je gaat er zelf niet in? Nee, ik moet het in de gaten houden. De beste Ja, staan ook al. Ja. Hoort ook. Ieder zijn taak. Ja. Hey, volgend jaar weer? Volgend jaar weer. Zelfde plek? Zelfde plek. Zelfde tijd. Zelfde tijd. Nog meer mensen. Succes alvast met de organisatie. Dank je. Moeder, hoe was het? Super. Super. Ja, volgend jaar weer. Waarom? Helemaal geweldig. Want? Lekker koud, lekker fris. Ja, dat konden we ons bedenken. Goed begin van het nieuwjaar. Een goed begin van het nieuwjaar. Echt wel. Begin met een frisse duik. Ja, zeker. Voor de hele familie. Ja. Jij er ook in geweest? We gaan een geweldig jaar van maken. Lekker fris begin. Ja, zeker weten. En nou naar de chocomel. Ja, zeker weten. Valt het mee, de kou? Ja, het valt best mee. Het lijkt alsof je je handen aan het warmen bent. Het was even een momentje van genieten. Maar het viel best wel mee, zeg je? Ja, ik ben zelfs 2 of 3 keer teruggegaan. Zo leuk vond ik het. Ja? En waarom? Het is een kick. Ja? Adrenaline, die giert gewoon door je lijf. Je doet het gewoon. Volgend jaar weer? Jazeker. Succes. Dank je wel. Viel het nou mee of tegen? Het viel mee. Ja, was het niet koud? Ja, nee, ja, het was al koud, maar minder koud dan ik had verwacht. Je had het echt koud verwacht? Ja, vorig jaar was het wel heel erg koud. Ja, dit is de warmste, denk ik, in een rijtje. Ja. Volgend jaar weer? Ja. 1 vraag, waarom? Omdat ik dat hartstikke leuk vind. Ja? Ja. Fris in het begin van het nieuwe jaar. Ja. En daarna heel snel eruit. Ja. Hey, succes. Ik ben de eerste die eruit was. Was het toch kouder dan je verwacht had? Nee, daar niet. Maar het was wel koud. Ja, maar daar had je op gerekend.
Hey, succes met verwerken. Dankjewel. En dit was het vanuit de Deltalaan Grote Wielen, de Nieuwjaarsduik 2014. En welkom alweer bij de eerste aflevering dit jaar van De Hort op Jan. En een bijzondere De Hort op Jan, want het was maar alleen. Mijn cameravrouw gaf taal nog teken vanmorgen. De cameramannen waren overal verdwenen, dus het was een doe-het-zelfje. Maar volgens mij is het wel gelukt. En wel zo belangrijk, ik heb droog gehouden. Want niet iedereen is zo enthousiast, geloof ik. Alhoewel, die dames voor de vierde keer erin, voor een draaiende camera. Geweldig. Dus mocht je net inschakelen, nog de beste wensen. En straks gaan we het nog wel een keer herhalen. Tot volgende week.